Presentator Gordon heeft op zijn sociale media een bedroevend filmpje gedeeld. Hij is eigenaar van meerdere horecazaken, maar hij denkt niet dat hij hier makkelijk doorheen komt. Door de coronacrisis zit hij nu met zijn handen in zijn haar. Zo vertelt hij in een video, die hierboven is te zien. Nou, we zijn dus aan het kijken hoe we het gaan indelen met de anderhalve meter samenleving. Die dan eventueel straks plaats moet vinden. En ik zal jullie eerlijk vertellen, jongens, ik zou bij God niet weten hoe dat zou moeten, begint Gordon zijn filmpje. Even later bekent hij dat hij het ook allemaal niet meer weet, het is zo triest om je winkels en alles zo te zien. Het is hartverscheurend, zes jaar lang zo hard gewerkt om alles op te bouwen. Het is gewoon zo pijnlijk. Het is echt niet te doen. Ja, ik weet het allemaal niet meer, jongens. Ik hoop gewoon dat het allemaal snel voorbij gaat. Hierboven is het hele filmpje van Gordon te zien. Gisteren kwam de presentator nog in het nieuws door dat een van de deelnemers van zijn programma 100 jaar jong onlangs is overleden. Een van mijn favoriete personen uit de serie was mevrouw Corrie Lustenhauer, een bijzondere vrouw met een ongekende levenslust. Altijd opgetogen en vol van vreugde, vertelt Gordon. Ik had haar vorige week nog even gebeld en dan de dankbaarheid die er dan was voor zo'n simpel belletje. Ze klonk heel broos en eigenlijk namen we toen al afscheid van elkaar. Ze is vanmorgen overleden en mocht maar liefst 102 jaar worden.